Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 10 februari van Weerplaza. Vandaag hebben we te maken met een lage drukgebied dat met de kern over ons land trekt. Het levert veel wolking op en enige tijd regen. Er kan zo'n 15 tot 25 millimeter neerslag vallen en dat is behoorlijk wat. De temperatuur schommelt tussen de 6 en de 10 graden in het zuiden van het land. En de wind komt eerst vanuit het zuidoosten in de noordelijke helft van het land, draait in de loop van de dag naar het westen tot noordwesten en trekt dan tijdelijk aan. Aan zee kan er een harde of stormachtige wind komen bestaan, windkracht 7 tot 8. Ook vanavond is het nog nat, pas vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het beter, de zon schijnt af en toe tussen de wolken door, er valt nog een enkele bui. De droge periode overheerst echter en het wordt 6 of 7 graden bij matige noordwestelijke wind. Dinsdag en de dagen daarna zijn droge en rustige dagen. De middagtemperatuur gaat omhoog naar 10 of 11 graden. Alleen de nachten worden wel een stuk kouder, met kans op vorst aan de grond. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.